Nou, een half uur geleden zat hij gewoon nog een leuk, gezellig jongetje. En nu zie je al helemaal, hij komt er helemaal in. En dat gaan ze vanavond echt wel zien. Ik ben een van de vampierenbruidjes. Dat houdt in, we krijgen nog speciale tandjes. En we worden nog helemaal bebloed en alles. Nou, mijn jurk is al helemaal bebloed. En wij gaan vanavond in een losloopgroep door het park heen mensen bang maken. En mensen ja, gewoon echt goed bang maken. Van, oh, wat loopt er? Ja, en de ogen werken al heel erg mee natuurlijk. Dus, ja. Mijn rol vanavond is om mensen zo bang mogelijk te maken. Dat ze eigenlijk weg willen rennen. Eigenlijk in een hoekje willen gaan staan huilen. We zochten een aanvulling van het populaire Heksendoren. Wat we al sinds 2000 doen. En dan moet je toch iets naar de bovenkant qua engheid. En dat hebben we vorig jaar bedacht met Screams. En nou dacht je, vrijdag de 13e, dat is een perfecte combinatie. Ja, mooier kan niet. De perfecte datum voor een horrorfeestje. Ja, wat gaan de mensen vanavond meemaken? Hoe worden ze de stuipen op het lijf gejaagd? Ja, het zal een unieke belevenis worden. In principe moet je denken aan een grote Hollywood-productie. Maar dan zie je vanavond niet één film, maar een stuk of zes. Dus van alles door elkaar heen. Dat gaat van zombies tot houthakkers met kettingzagen, tot bruidjes die onder het bloed zitten. Echt van alles. Ik denk dat ik het meeste uitkijk naar toch wel die reacties op de gezichten van die mensen. Ik kruip zelf ook in een rolletje vanavond. Dus ik ben er zelf op de eerste rij ben ik er ook bij. Ik denk dat wel hetgeen is waar we het meeste uitkijken. Hoe gaat die doelgroep reageren en hoe bang kunnen we ze echt maken? Zonder dat ze nachtenlang wakker liggen. Dus het moet op het randje zijn. Maar wel iets zijn waarbij mensen er nog jarenlang over napraten.